ik ben een acteur die goed betaald wordt en die die rol doet. Ik vind het enig. Oké, dames en heren, we maken nog één proefje met de zwarte auto. Dus als we allemaal nog even tegen de huizen gaan staan, dan halen we even de koningin op. En dan gaan we het daarna draaien. Dus we proberen nog Soldaat van Oranje, dat is een boek wat ik nooit moet lezen. Alleen de titel al ga je van over je nek. Ja? En nadat we dus Keetje Tippel hadden gemaakt en Rob Hauer weer naar de bank was gesneld om een aantal nullen erbij te schrijven naar aanleiding van dat Keetje Tippel, zeiden Paul en ik, maar god, zouden we dan dat Soldaat van Oranje niet gaan doen? En toen dacht hij, maar ze hebben me centen voor me verdiend bij, wat zie ik, ze hebben me rijk gemaakt met Turks Fruit. Dus zijn ze door meegegaan bij Keetje Tippel. Dus laat die gekken ook Soldaat van Oranje maar maken. He? Na 7 weken hadden we ongeveer, nou, de goede helft van de film stond erop en het geld was helemaal op. Ik heb nog eens 3,5 miljoen weten te vinden. En toen had die film intussen 6,5 miljoen gekost en het is nog eens 500.000 afwerking ingegaan. Dus in het jaar 1977 heeft Soldaat van Oranje 7 miljoen gulden gekost. Werd een enorm succes en was de eerste springplank van Paul, eigenlijk de voorbereidende springplank naar Hollywood. The Los Angeles Herald Examiner calls Soldier of Orange the most robust and engaging World War II adventure since The Great Escape or The Dirty Dozen. Fresh and exciting, overflowing with a love of life, says The Times, calling Soldier of Orange one of the most satisfying films of the year. LA Weekly calls it one of the finest films ever made about World War II. Soldier of Orange is an extraordinary film. Probably the best all-around war movie in over a decade, says the Seattle Post. Ik wilde toen veel meer geld. Ik wou, herinner me, zeg maar 20% van de winst en ik wou 100.000 gulden. En Rob vond dat veel te veel en die zei, nou, als je niet, niet minder wil, dan doe ik het niet. Dus ik zei, nou goed, dan doen we het niet. Dus toen was het afgelopen. Dus ik zei tegen Paul, er is maar één man in Nederland die dat wellicht kan betalen, je volgende film. Ik wil het onderwerp sowieso niet. Ga maar eens naar Joop van den Ende, de televisieproducent, want die heeft dat geld wellicht wel in huis. Het gaat over patatbaksters. Ja, dat is een milieu waar al die mensen zelf uit voortkomen van de kritiek, maar waar ze absoluut niet aan herinnerd willen worden, nietwaar? Dus vonden ze het niks. Nee, dat vonden ze walgelijk, want in Nederland functioneert pas iets als het gaat over kunstenaars of over artsen of over advocaten. Maar alles wat beneden zit, dat is per se verwerpelijk. Het gaat over een homoseksuele jongen die een vies soort kroketten vervaardigt van hondenvoer en het door zijn geile zusje laat verkopen. Dat is geen kunst. Kunst kan niet gaan over dat soort mensen. Kunst is pas boven de 75.000 gulden schoon in het jaar. Dat de overheid ter beschikking stelt voor film in vergelijking met, zeg maar, concerten of toneel of ballet of opera is idioot laag natuurlijk, als je ziet hoeveel mensen er meer naar film toe gaan dan naar die andere kunsten. En dat bedoelde ik eigenlijk toen ik zei, toen ik Koolhaas aanhaalde, voor de Nederlandse regering is film een ding van de kermis. Ze hebben nooit in willen zien dat film op zichzelf een belangrijker medium is, een wijder medium is dan, zeg maar, opera en concerten.